gaan vandaag een visserij uitvoeren waar ik nog steeds zeer gepassioneerd over ben. Vissen op snoek, op het grote water. Grote snoek, groot water. Mensen denken dan snel aan groot aas. Niets is minder waar dan dat. We gaan met klein aas beginnen. We gaan eerst de boot erin gooien. Het zonnetje komt net op. Het is vroeg. Geeft niks. We gaan er lekker voor. Ik zie jullie zo op de eerste stek. Nou, we zijn aangekomen op de eerste stek. Het is een stek met een hoop steenstort, een ondiepe platen langs en dan een taluut. We gaan net die rand van het taluut gaan we afwerpen. We gaan gebruik maken van de wind. Driftzakje kijken of het nodig is. We gaan in ieder geval met de elektromotor, die gaan we zo uitdoen. Daar gaan we mee beginnen. We pakken de buitenkant als eerst. Die gaan we systematisch gewoon uitwerpen. Kleine sheds, spinners, jerkbaits, kijken wat... We hebben van alles bij ons. Salmo hardbaits hebben we bij ons, sweepers hebben we bij ons, shets hebben we bij ons. We gaan gewoon kijken. De eerste drift gaan we pakken met kleinaas. De tweede drift die gaan we wat meer tegen die kant aanzoeken. We zullen daar denk ik wel iets meer baars of snoekbaars gaan vinden. Maar die grote snoek, ja, zeker weten, die ligt hier ook. Ja. Hij miste hem. Klein snoekie, heel klein snoekie. De eerste niet groot. Maar ja, haal hem zijn dikke moeder maar halen. Leuk erbij van. Altijd welkom. Ja, het voelt lekker aan. Een Lemon Tiger, 14 centimeter. Kijk eens, hele mooie snoek, grote snoek. Hoppa. Nou, mooie snoek. Het is warm. Het water is 21 graden. Het is wel belangrijk dat we inderdaad gewoon, we hebben een lekker hoog net. Dus we kunnen in het water onthaken. Nou zie ik dat de haak hier al los is. Hij zat heel licht gehaakt, dus we hebben geluk. We gaan hem lekker eruit halen. Even snel een fotootje maken. En weer terugzetten. Prachtige vis. We gaan hem snel terugzetten. Heel belangrijk. In ieder geval lekker even de tijd nemen, dat je zeker weet dat hij goed wegzwemt. Heel belangrijk. Je voelt meestal aan die staartwortel, voel je al de kracht terugkomen in zo'n snoek. Hij blijft mooi recht hangen. Meestal als je een slagbeweging maakt, dan haal je lekker zuurstof door die kiel heen. Dat is natuurlijk alles. Vis is leuk, maar terugzetten is hartstikke belangrijk. Kijk eens, zo zien we het graag. Hoppa! Zo, en nou is het tijd voor een banaantje.
snel terugzetten. Hoppa! Ja, we hebben net met hardbaits hebben we nog een drift gemaakt. Dat leverde eigenlijk niks op. Ik denk, ik ga toch weer terug op een softbait. Ja, en wat heel goed werkt eigenlijk, dat zijn nu die Zender Pro Jets. Ja, niet te groot, gewoon lekker klein. Ja, alles gaat volgens plan, loopt lekker. Welke mate is dit? Dus die 14 centimeter is dit, ja. En als je dan aan het vissen bent, hoe vis je hem? Ja, je zou denken, Jets, een zweefmoment opzoeken. Ja, dat hoeft hier totaal niet. Lekker gevarieerd tempo binnen gaan spinnen. Af en toe net die rust. Ja, en dan krijg je die rammen. 9 van de 10 keer tempowisseling. Het rustmoment. Ja, en dat is het moment dat ze vaak vol eroverheen schuiven. Gaat lekker. Lekker naar een andere stek. We hebben nou meerdere driften gemaakt. Ja, op een gegeven moment hield het gewoon op. De kop van de stek, echt waar het teluut mooi langs liep. Ja, dat leverde goed vis op. We gaan nu een andere stek. Ondiepe platen zoeken waar structuur in zit. Tot een meter of 2. Ik moet zeggen, hardbaits versus softbaits. Ja, tot nu toe winnen de Jets het. We gaan gewoon door, Huug. Op naar de volgende stek. Structuur, ondiepe platen, speltaas. Ja, zin in. Hoppa. Hier gaan we beginnen. Aangekomen op de tweede stek. Voordat ik ga vissen wil ik jullie wel eventjes vertellen met wat voor materiaal we vandaag vissen. We vissen hier met een Swim & Soft baitcaster tot 60 gram, lengte 2,18 meter. Deze helm gebruik ik voor de sweepers, de wat grotere jets, de fatso's. Net het kunstgras wat net ietsje zwaarder is. Ja, een perfecte hengel, er zit genoeg ruggengraat in, vrij strakke blank. Ja, ideaal om ook op afstanden de haak te zetten. Dat vind ik wel belangrijk. Daarnaast heb ik nog een spinhengel, de Baitforce. Die is 2,28 meter lang, 30 tot 80 gram. Een hengel waar ook genoeg ruggengraat in zit. Zeker omdat we willen ver vanaf de boot vissen. Ja, belangrijk dat er inderdaad genoeg body in de hengel zit. Ja, zeker een lekkere hengel. Wat we vandaag mee vissen zijn de Jets. De Natural Pro Jets van 14 centimeter, de Zender Pro Jets van 14 centimeter. Spinnetjes, ja, eigenlijk een hele universele hengel waar gewoon lekker body in zit. Perfect voor grote snoek. De lijnen die erop zitten, dat is wel even belangrijk dat ik dat jullie gaan vertellen. Dat is de Pro X8, dat is een nieuwe lijn van Fox. Ik heb hier 3 maten, heb ik. Dat is de 30, 20 en 1600ste lijn. De 1600ste lijn heb ik op mijn Baitforce hengel, de spinhengel. De 2000ste zit op de Swim & Soft. Natuurlijk kiezen we voor gevlochten lijn. Het nylonverhaal, ja, zeker met het vloekvissen, dat willen we niet. We willen alles spoelen wat er onder water gebeurt. Ja, en dan is een goede gevlochten lijn is hartstikke belangrijk. Die 3000ste gebruik ik voornamelijk voor het zwaardere werk. Die hengel hebben we thuis gelaten. Het zwaardere werk, ja, straks in het najaar, groot aas. En daar mag gewoon een dikkere lijn op zitten. Je wil je aas niet verspelen. Zeker niet voor de snoek, ook niet voor jezelf, want een aasje dat kost aardig wat. Ja, lekker daar de 3000ste op zetten. Onder de lijn gebruiken we natuurlijk titanium onderlijnen. Ik heb gekozen voor de 40 centimeter uitvoering van de onderlijnen. Je kan kiezen tussen een 30 centimeter onderlijnen. Voor in de polder zeg ik helemaal geweldig. We zitten hier op groot water met hele grote snoeken. Die kunnen we zeker tegenkomen. Het laatste wat we willen is hier onderlijn verliezen met het kunstgras eraan in de bek van de snoek. Op het moment dat inderdaad het lijntje te dicht bij de bek zit. Gewoon lekker die 40 centimeter, ben je altijd safe. Ja.
mij de derde of de vierde stack. Liep het voor geen meter. Ja, gewoon een nieuwe plaat opgezocht. Zo, best geluidje. Nee, maar inderdaad een andere stack. Zo. Ik weet niet of jullie me nog kunnen horen, maar geef er even eentje gas. Okay. Yo. Ben er weer? Ja, nee, inderdaad een andere stack. We zijn even een paar plaatjes, ondiepe platen opgeschoven. Ja, dat was eigenlijk nou, bij de derde worp al snoekbaars. Ja, de grote snoek die moet ertussen hangen. We blijven gewoon doorwerpen, doorwerpen, doorwerpen. Hopen dat dadelijk toch die dikke vis eruit komt. En zo niet, ja, we hebben al prachtige vissen gevangen, maar nog niet de dikke metersnoek waar we op zitten. De shads zijn inmiddels kaal, de hardbait doet het echt een stuk minder. Net wel heel veel met een vet zo 10 centimeter ook staan werpen. Ook wel vis op gevangen, maar ook nog niet, ja, de grote big mama waar we op hopen. Maar ja, we blijven gewoon lekker doorvissen. Hopen toch even wat actieve vis nog tegen te komen. We zitten nu op 2,8 meter. Ja, plantjes. Bodemstructuur is goed. Ja. Hopen dat ze willen dadelijk. Alsnog. We zijn aan het einde van de dag gekomen. De missie, grote snoek, klein aas, groot water, liep niet zoals we wilden. We hebben geprobeerd wat we konden. Ondiepe platen, meerdere stekken, groot, klein, hardbait, softbaits. Het lukte niet. De ochtend, die liep wel goed. We hebben meerdere mooie snoeken kunnen vangen. Inderdaad op klein aas, wat we inderdaad verwachten. We hebben zowel hardbaits als softbaits geprobeerd. De softbaits, ja, dat was duidelijk te zien, voornamelijk de groene kleur, de 14 centimeter van de Zender Pro serie. Ja, die deed gewoon echt buitengewoon goed. De hardbaits een stuk minder. Ik heb volgens mij op het Salmo, dat was een vetso 10, heb ik nog snoekbaars gevangen. Dat was een kleine vis. Daarnaast nog baars gevangen. Maar 's middags, nou, dat lukte niet zoals we wilden. Nee, helaas. Maar ja, we hebben een prachtige dag gehad. We hadden het ook niet naar buiten kunnen brengen. Missie geslaagd. Missie is niet geslaagd. Nee, balen dus. We gaan het wel naar buiten brengen. We hebben een schitterende dag gehad. Hugo en ik hebben, ja, heerlijk in de zon gezeten. Een behoorlijk rood nekkie. Ik had me beter kunnen insmeren. Nee, maar ja, het vangen is belangrijk. Tuurlijk is het belangrijk. Maar de lol, plezier, ontspanning. Ja, geniet van elke visdag, jongens. Echt iedere keer weer. Ja, en mensen, vergeet natuurlijk niet te abonneren op het Fox Reeds YouTube kanaal. En ja, bedankt ervoor. Super.